in Wannahabs. Een ballonspecial. Ik spring met een parachute van het dak van de grootste luchtballon ter wereld. Ik heb een paar nachtjes over moeten slapen, maar ik heb het toch gedaan. Je vastketenen op de grootste luchtballon van de wereld en er dan afspringen. Kijk zelf maar. Het is ongeveer 6:00 PM. En ik sta hier ergens in the middle of nowhere. In Nederland wel, weliswaar. Hartstikke koud. En ik ga vandaag iets doen wat nog niemand heeft gedaan. Ik heb laatst uit de vliegtuig gesprongen met een parachute. Ik word vastgeketend op de ballon. En dan ga ik van afspringen met de parachute natuurlijk. Niet alleen. Ik ga het weer doen met Bob, maar ik moet eerst nog maar even kijken. Maar ik moet het gewoon doen. Jean-Louis Becker en Bob Draaier zullen Vivian begeleiden. Het duo heeft al vaker het luchtruim onveilig gemaakt. Oké, bedankt. We gaan ervoor. Zo haalde eerder Jean-Louis op wel heel ongebruikelijke wijze de was binnen. We werken heel veel samen met Bob, hè? Ja. Hoe zijn jullie samen een team geworden? Nou, we kennen elkaar al heel lang. Ik heb ooit nog eens een keer vroeger stage gelopen bij het bedrijf waar hij werkte. En toen vertelde hij me allemaal mooie verhalen over parachutespringen. En toen dacht ik van, nou, dat wil ik ook doen. En uiteindelijk ben ik Bob weer tegengekomen toen ik een opleiding ging volgen. Dat was al jaren daarna. En eigenlijk vanaf het begin af aan klikte het al tussen ons. We hebben gewoon een wederzijds vertrouwen. En ja. we hebben de leukste dingen echt en de meest spectaculaire dingen al samen gedaan. Jullie zijn eigenlijk gewoon een beetje stuntmannen, toch? Ja. Ja, we zijn in ieder geval degene die zeer baanbrekend zijn en dingen doen die nog niemand anders gedaan heeft. Zoals wat? Ja, kijk, op het gebied van ballonnen en wat wij straks ook met jou gaan doen. Dat zijn dingen die echt heel uniek zijn. Dat is nog nooit eerder gebeurd. Dat is gewoon, echt nog nooit? Dat is nog nooit eerder gedaan. Het is echt een primeur. Dus. Ja, dat is echt een primeur, ja. Ja, er zit ook best wel wat voorbereiding aan. Hè? Want we zijn toch al weken bezig om alles voor te bereiden, om alles te checken. En te kijken dat de dingen, de foutjes die er eventueel in kunnen zitten, dat die er dus uit zijn. En dat we gewoon een hele mooie en een hele veilige sprong kunnen maken. Maar wat kan er dan fout gaan? Ja, kijk, er zijn behoorlijk veel touwen waar je in kan verstrikt raken. De ballon die zou kapot kunnen gaan. Ook voor onszelf zitten daar best wel een hele hoop gevaren aan. Ja. Kijk, en als we je dan toch uitnodigen, dan willen we wel weer graag met je beneden op de grond staan. Ik ook. Ja, dat dacht ik. Vandaag gaan we boven op het dak van een ballon zitten, maar dat is het nog niet. Dan gaan we dat doen in een roeibootje. We gaan dus in een roeibootje zitten. Ja. We koppelen ons aan elkaar vast en we gaan een tandemsprong maken uit een roeibootje wat van de ballon afglijdt. We hebben het heel goed voorbereid. We hebben alles uitermate goed doorgedacht. Ja. We hebben ook extra maatregelen getroffen dat mocht het misgaan, dat we altijd een plan B hebben, zodat we veilig aan de grond komen. Wat is plan B dan? Plan B. Nou, stel nou dat we niet helemaal op hoogte kunnen komen, dan kunnen we heel snel met touwen kunnen we naar beneden abseilen, zodat we toch nog veilig de grond bereiken. De meeste ballonvaarten die zijn tot een bepaalde hoogte. Nou, dat is een hoogte dat het voor ons gewoon absoluut gevaarlijk is. Moeten aan de luchtverkeersleiding moeten we toestemming vragen om op die hoogte te mogen ballonvaren. Ja, ja. Ja, want anders dan komt er een vliegtuig aan en dan hebben we in één keer problemen. Dus, hoe hoog gaan we dan? We gaan naar ruim 2 km hoogte. En dat is in dit gebied is dat een beetje de maximale hoogte die je kan hebben, mits je dat ook aanvraagt. Ja. Dus en die hebben we ook nodig, want we willen het toch ook veilig doen en we willen ook even de tijd hebben en de rust hebben, zodat we gewoon een perfecte sprong kunnen maken. Dus daarom gaan we extra hoog voor jou. Ja.
Ik sta dus boven op de ballon. Dit is de grootste ballon van de wereld. Toch, jongens? Klopt. De grootste ballon van de wereld. En het is bloedje heet onder mijn been. Maar ik ga hier straks dus vanaf springen, althans. Als ik nog durf. Maar het is gewoon te mooi. Het is 7 uur 's ochtends inmiddels. En het uitzicht, jongen, de opkomende zon. Nog een beetje mist. Ik weet niet wat je ziet. Hoe hoog zijn we nu? We zijn nu op 2500 voet. Het is bijna een kilometer. Nou, wat vind je ervan? Hey Michael! Helemaal geweldig, joh! Ja, was je maar klaar, dat gaat zo beginnen. De rand afzetten. Hier? Nee, daar binnen. Zet maar af. Dat touw, hè? Dat blijft hangen, hè? Dat is dit, ja. Oké. Wat doe ik? Niks, lekker genieten. Nu gaat het allemaal oké. Ik vind het eng. Je hebt je parachute om, hè? Ja, natuurlijk. Okay, ready! God van het mij. Oké, zet! Go! Hooglucht. Kom op, hooglucht, genieten. Lachen.